een piep in je oor is het geen goed feest geweest. Dat is wat jullie tegen me hebben gezegd. Wel mooi, die lange, monotone piep in je oren. Dan kan je alvast wennen aan dat geluid voor je in het ziekenhuis sterft aan een overdosis. Piep! Gabbers, wie kent ze niet? Kale koppies, opgeschoren paardenstaart, exorcerend Mickey en een tikkeltje agressief. In hun Aussies hakten ze op een Air Max'en van feest naar feest. En ik dacht eigenlijk dat ze in de jaren 90 waren achtergebleven. Maar niets is minder waar. Ze denken wel echt aan hakken. Stampen in trainingspakken. Waarschijnlijk met een paar ecstasy pilletjes op. Kale koppen. Mannen met grote tatoeages. Dit noemen we ADHD. En als je hierop danst, dan ga je gewoon echt naar de kloten. Hardstyle, hardcore. Het is een beetje een soort van stampen. Kijk, zo ging dat. En dan 8 uur lang. En dan kijken of je op de intensive care wakker wordt. Kan die armen er zo bij? Er bestaan die mensen nog eigenlijk. Gabber, wat vriend of maatje betekent, is de hardste en snelste housemuziek die er is. Het wordt ook wel hardcore genoemd. Gabber is de grootste jeugdcultuur van Nederlandse bodem, ontstaan in de jaren 90 in Rotterdam. Hun manier van dansen heet hakken. Pas je niet in het wereldje, dan ben je een zwabber. Groot teken dat gabbers niet zijn uitgestorven, zijn toch wel de grote hardcore feesten die nog steeds worden gehouden. Vandaag in Eindhoven heb je een jaarlijks terugkomend feest Karma Outdoor. En ik ben uitgenodigd, ik mag mee. Het wordt mijn allereerste gabberfeest. Ik vind het toch wel spannend. Van die rechtse kaalkoppen, vooral wanneer er een pilletje in zit. Maar ze willen heel graag door mij geroost worden. En ik hoop dat ze net zo goed kunnen lachen als dat ze kunnen hakken. Kijk. Hallo! Hey, ik ben er! Oké, enthousiast. Zijn we aan het rekken en het strekken? Hallo! Hallo! Hi, yes, hallo allemaal! Hallo! Hi, doe even zo. Hallo! En, wat gaan we doen vandaag? Naar Karma. Karma. Het is mijn eerste gabberfeest, hè? Ja. Ik dacht dus dat gabbers niet meer bestonden. En waarschijnlijk helaas, of niet? Misschien, nee. Weet niet. Is dat een bedreiging? Ja, hou rekening met dat je gewoon voortaan niet anders meer wil. Jullie denken echt dat er een kans bestaat dat ik vanaf vandaag gewoon gabber niet meer zonder gabber. Ja. Maar dat ik gabber word ook. Ja. Wanneer ben je een echte gabber? Nou ja, sowieso als je van hardcore muziek houdt natuurlijk. Ja. En het respect naar je vrienden en het samen zijn. En, ja. En is er ook een gabber handshake? Ja. Wat is die? En mag ik dat ook doen of is dat soort van... Wat zo? Ja. Ja? En deze? Nee, die hoeft niet. Oké, cool. Dus die ken je al? Die ken ik al. Ja, die heb iedereen toch? Die grappige groet. Ja, precies. En vroeger had je natuurlijk de Australians en de kale koppen. Ik wilde het net zeggen. En de Bombiakkies. Toen ik jullie zag, dacht ik niet meteen, dit zijn gabbers. Nee. Maar wat is er gebeurd? Want iedereen ziet er gewoon uit zoals hij eruit wil zien. Misschien zijn we allemaal volwassen geworden, ik weet niet. Ja. Ja. Jij hebt wel een Australian broek aan. Ik ben gewoon een echt gabber. Ja, jij? Als ik een gabber zou moeten tekenen, zou ik jou tekenen. Het is wel een grappig beeld. Want mensen gaan op vakantie, ik zie allemaal campers en caravans. Allemaal van die bange gezinnen die tegen hun kinderen zeggen... Zie je wat er gebeurt als je je school niet afmaakt? Ik heb mijn school gewoon afgemaakt. Ik ben jou het plagen. Ik ben laag opgeleid, dus ik mag niks zeggen. Hoe noem je een gabberin? Of reefteef. Reefteef? Ja. Gabberbitch. Ja. Gabberbitch? Ja. Wat is een vooroordeel wat je echt het vervelendst vindt? Dat we skinhead zijn. Of racistisch. Oh ja. Ja. En is dat zo? Nee, echt totaal niet. En we hebben ook buitenlandse gabbers ertussen zitten. Iedereen is welkom. Ja. Waarom mag ik jullie roosteren? Nou, gabbers komen toch wel vaak negatief in beeld, weet je. En dan doen ze een paar gabbertjes in die helemaal zo... Helemaal stijf, agressief. Ja, precies. Ja. En wij willen laten zien dat we allemaal ook gewoon normale mensen zijn. En we hebben gewoon werk en we hebben kinderen en we hebben een gezin. Ja. Maar in het weekend gaan we gewoon nog steeds lekker los. Zijn er dingen die ik niet mag zeggen? Waar ik geen grap over mag maken? Nee, je mag overal grap over maken. Ja? Dus ik heb carte blanche? Als je maar niet over mijn spekrolletjes begint. Ik heb geen spekrolletjes, het ziet er prachtig uit.
Goedenavond. Hallo allemaal. Hey, zo. Kunnen jullie me horen? Waarschijnlijk niet, hè? Door de gehoorbeschadiging. Ik vind dat woordje gabber, dat vind ik een heel mooi woord. Het is ook Jiddisch, hè? Voor kameraad, maat en vriend. Ja, Jiddisch. Dat is Joods. Dat is een Joods woord. Wel grappig dat jullie een Joods woord hebben voor mensen die nog het meest op een antisemiet lijken. Mijn vriend vergeleek gabbers ooit met penissen, omdat ze altijd stijf staan, goed geschoren het mooi zijn. En waar ze ook komen, ze altijd troep achterlaten die aan je schoenen blijft plakken. Mannen, vroeger hadden jullie nog die dunne wangetjes met mooie kaaklijnen. En dan staat een kale kop heel goed. Maar nu jullie wat ouder zijn, dan vraag ik me af, hè? Steken kinderen wel eens hun vingers in jullie ogen, omdat ze jullie aanzien voor een roze bowlingbal? Oh. Maar ik snap het wel, zo'n kale kop is superhandig. Je hoeft 's ochtends niet te kammen of feunen. Heb je meer tijd om pillen door je cornflakes te roeren? En je krijgt voorrang in de Efteling omdat mensen denken dat je terminaal bent. Het mooie van dat iedereen kaal is, is dat je dan ook niet de haarlijn van mannen ziet verschuiven. Het zou er zelfs voor kunnen zorgen dat jullie er jonger uitzagen. Als jullie niet allemaal door de drugs rondliepen met van die uitgeleefde euthanasiekoppen. Gabberinnen, die schoren vroeger hun haar ook nog wel eens op. Lijkt me ook gewoon heel handig. Geen kans meer op een oververhitte kop. Geen kans meer op zweterig nekhaar. Geen kans meer op een baan. Gabbers houden van hun kale koppies, hè, en trainingspakken en hun topjes. Want het is heel handig om er zo uit te zien als je solliciteren mega moeilijk wilt maken. Een kale kop heeft ook nadelen. Je wordt met een kale kop al snel voor een andere subcultuur aangezien. Iets waar niemand voor aangezien wil worden. En daar heb ik natuurlijk over Gaston van de Postcode Loterij. Nee, ik bedoel skinheads. Maar dat zijn jullie helemaal niet. Jullie zijn veel te lief om skinheads te kunnen zijn. He, gabbers nodigen mij uit om te lunchen. Skinheads nodigen mij uit om te lynchen. Klein verschil, klein verschil. Nee, ik vind het echt beledigend dat jullie soms worden aangezien voor skinheads. Skinheads hebben namelijk een veel betere muzieksmaak dan jullie. Is dit altijd jullie vaste kliek? Dit is wel een beetje de harde kern waar we altijd mee naar feesten gaan. Inderdaad. Waarom is dat zo leuk? Want ik hoor nu al de muziek, ik denk herrie. Ik voel... Ja, wij hebben herinneringen bij die muziek. Ik word altijd vrolijk van de muziek. Of ik nou chagrijnig ben, depri ben of weet ik wel. Ik heb gewoon die muziek nodig om me eigenlijk weer op te peppen. Ja. En dat is eigenlijk met de meeste van ons wel. En je wordt er vrolijk van? Ja, ik wel, in ieder geval. Je noemt ook het woordje oppeppen, dus ik ga meteen de vraag stellen. Dat is niet het enige waar mensen vrolijk van worden, want mensen gebruiken ook lekker ecstasy'tje. Ja, tuurlijk, maar dat... En een Mickey. Ja, drugs wordt overal gebruikt. Geniet je dan meer van de muziek? Gebeurt er dan meer? Voel je dan de bas meer? Zie je de bas? Zie je de bas? Ja, je ziet hem bij Bas! Nee, ja, je gaat wat lekkerder op in de muziek en je vergeet het gewoon. Je zorgen wat extra, denk ik. Oké. Okay. En dat verschilt gewoon per gabber. De een gebruikt wel, de ander gebruikt niet. En jij? Ja, ik gebruik wel. Maar hoe smokkel je dat mee? Want mensen moeten het meesmokkelen. Ja, als ik dat nu ga zeggen, dan krijg ik het nooit meer mee naar binnen. Ik denk in je ondergoed gewoon. Nee, ja, ik niet. Jij niet? Nee, ik heb het in mijn oorbellen. Ik ben wel een beetje gay. Je hebt het in je oorbellen. Ja. Dat is super slim. Maar ja, nu moet je weer iets anders verzinnen. Ja, precies. Verpest. Ik kijk zo op tegen de herrie. Ja? Voor mij, ja. Heb je oordeel? Want het is hard... Hardcore. Core. Ja, early rave en hardcore. Want wat is het verschil tussen hardcore en hardstyle? Ja, ik hou niet van hardstyle. Het is een net wat andere bas en ja. Het is net niet. Het is net niet? Nee. Een laf. Ja, laf. Is dat... Ik noem het altijd Mickey Mouse House. Mickey Mouse House? Ja. Leonie houdt niet van hardstyle, nee. Dus ik mag me niet verspreken, het is hardcore. Hardcore. Ja. Okay. Wat is dat met die gekke intro's altijd bij die liedjes? Als je zo'n donkere stem hoort over een of ander mythisch... wezenachtig iets. Ja, dat is niet altijd. Nee? Nee, dat ga je dadelijk gewoon meemaken. Je gaat ook zulke vrolijke nummers horen. Ja, vrolijk! Ik weet het. Want ik denk aan alles behalve vrolijk als ik aan hardcore denk. Nee, me. Dennis, heb jij muziek in de auto? Wil je even aanzetten? Oké. Okay. Ja, daar word je vrolijk van, toch? Hier word ik wel vrolijk van. Maar ik weet niet of ik dit uur lang trek, hoor. Nou ja, het wordt ook vanzelf wel wat harder, hoor. Oh, het wordt harder? Ja, tuurlijk. Nou. Jullie houden van hardcore, maar haten hardstyle. En dat snap ik wel. Ik heb ook liever teringherrie dan tyfusmuziek. Dank u.
verschil tussen hardcore en hardstyle is een beetje hetzelfde als het verschil tussen NSB en de SS. Ja, er zal vast wel verschil tussen zitten, maar de enige die nog boeit zijn hersendood. Vroeger liep iedereen, hè, op die feesten in Aussies en je hoorde er gewoon niet bij als je geen Aussie aan had. Wat dat betreft zijn gabbers precies schapen. Ga maar na, ze lopen de hele tijd met een tong uit hun bek. Als het heet wordt, moet je ze kaal scheren. En je komt ze buiten hun natuurlijke omgeving eigenlijk alleen tegen in de shawarma shop. Iemand vroeg me laatst, vind je dat niet raar in een trainingspak gaan lopen als je niet gaat trainen? Ik zeg, nou en, ik zag jou laatst rondlopen in een huispak, maar je bent toch ook gewoon een zwerver? Aussies werden vooral gedragen omdat het zo heet is, en dat snap ik. Want als het een beetje heet tussen mijn benen wordt, dan hoef ik maar naar een man in een Aussie te kijken en dan koel ik vanzelf af. jammer, hè? Ik had niet over jou, schatje. Jullie lijken ook een beetje op kinderen, hè? Nou, eigenlijk meer op baby's met die kale koppies. Kwijlende bekkies. Nee, is eigenlijk wel een beetje belediging voor baby's. Aangezien zij meer hersencellen hebben en hun vocabulaire veel groter is. Ja, ik zie een aantal van jullie kijken van, vocabulaire? Is dat een nieuwe hardcore DJ? DJ Vocabulary. Ik ben met Leonie en haar vrienden meegegaan naar Karma Outdoor. Leonie, jij smokkelt ecstasy mee het feest in door het in je oor te verstoppen. Hé, hey, is je oor tenminste nog ergens goed voor? Niet voor het gehoor. Jij neemt mij vandaag mee naar de toekomst. Ja. Nee, voor jou. Nee, naar het verleden eigenlijk. Ja, ik neem jou mee naar het verleden, ja. Maar het is jouw toekomst. Het is mijn toekomst, daar ben je echt van overtuigd. Zij denken dat er een gabber in mij zit. Geloof me. Waarom klonk dat heel goor? Oké, en hoe lang blijven we nu hier op dit prachtige parkeerterrein? Waarom staan we hier ook? Nou, hier doen we eigenlijk altijd verzamelen als we naar Karma gaan. Want het is de laatste parkeerplaats en de laatste pomp zeg maar, voor het feest. En we zijn eigenlijk allemaal wel klaar om te gaan. Nou, let's go, want ik smelt hier. Nou, here we go. Hopen voor Leonie dat ze door de beveiliging komt met die pil in haar oorbel. Gaat wel langzaam. Dat is altijd. Gaat ze jou voeren? Ja. Daar heeft heel lang niemand aan me gezeten, dus ik ga. Hallo. Hoi. Je tas op tafel zetten. Ben je nog iets? Ja, dat is een microfoon. Oh, mag ik even kijken? Gelukt, niets ontdekt. Leonie heeft weinig tijd om hier zenuwachtig over te zijn. Ze is stik zenuwachtig voor iets anders. Ze mag vandaag shinen in de nieuwe clip van haar idool DJ Panic. Waarom ben jij gevraagd om in een nieuwe clip te komen van DJ Panic? Ik weet niet, hij heeft hem me gewoon voor gevraagd. Je kent hem al goed? Ja, ik ken hem wel, ja. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Dus, leuk. Ik heb ook zo'n handtekening op mijn buik. En... Waar? DJ Panic, vet. Ja. Heel tof. En dan ga ik bij hem dansen. Ja, oké. Okay. Op het podium. Het podium op. Ja. Ga je hakken? Ja. Je gaat straks hakken op het podium voor al die mensen? Ja. Oh, oh, dat lijkt me heel tof. Ja, dat is het ook. Mensen die vanaf de 90's zijn blijven hangen. Ik zie meer jonge koppies dan ik had verwacht. Lieve dames, ja. Mag ik vragen hoe oud jullie zijn? Hoe jong moet ik zeggen? 27. Ja, ik ook. Nee, ik ben 23. Zo zie je wel uit. 27. Echt de jongste hier van alle, iedereen. En normaal komen wat oudere mensen op het festival af. Klopt, ja. Van de early birds, zeg maar. Mm-hmm. Jullie zijn... Ik hou er ook echt van. Ja? Waarom hou je hiervan? Ja, ik vind dat zo mooi. De sfeer is gewoon zo goed. En gewoon, als je elkaar aankijkt, ook al ben je een vreemde van elkaar, dan ben je voelt gewoon best vrienden, dat de muziek je gewoon raakt. Dat iedereen één is. Ja, je bent een jonge man van 23. Wat trekt jou aan deze muziek? Nou, voor mij is begonnen, ik was er heel erg jong bij. Ja? Ik was een jaar of 7 en ik leerde de muziek gewoon kennen door te luisteren.
En het trok me zo erg dat ik op mijn 15e ben begonnen om naar feesten toe te gaan. Noem jij jezelf ook grapper? Oh, jij mocht gratis naar het laatste Thunderdome feestje. Ja, ik voel me wel echt een grapper. Ja, ik ben gewoon een grapper van deze tijd. Dus gewoon shinen. Gewoon als normaal, weet je wel, als je naar een R&B-club gaat. Zo zien we eruit. Maar we gaan gewoon lekker met z'n allen hardcore luisteren. Ja, precies. Geen trainingspak. Je hebt een mooi jurkje aan. Lekker make-up. Ja. Iedereen is relaxed. Er is hier geen ruzie. En dat is gewoon het allermooiste hier. Mensen die drugs gebruiken, ze knuffelen je eerder dan dat ze zeggen tegen je van joh, wat ben jij, hoe zie je eruit of wat ben je verkloosterd of... Ja, ja. Ik zal nooit ontkennen dat hij hier geen drugs op gebruikt. Ja. Ik gebruik zelf helemaal geen drugs, man. Nee. Maar het is hier, iedereen is echt super chill tegen elkaar. Ik ben een alien en een robot. Je bent een alien en een robot? Oké. Want? Bente, waar bent u? Ja, kan je eigenlijk maken? Gewoon. Ik ben gewoon geteleporteerd van een andere wereld. Wel handig naar huis rijden als je een alien robot bent. Dan word je gewoon zo chokkelkoek. Jij brengt me naar huis. Geen Uber, geen taxi, gewoon teleportatie. UFO. Oh, we hebben hier sowieso geen Uber gezegd. Alleen in Amsterdam en zo. Sorry, ja. Hebben wij hier niet. Nee, ja, in de grote stad hebben we dat wel. Ik vraag me af, hè, of jullie wel eens grappenmuziek horen spelen in de verte. En daarna erop afgaan, pilletje erin en de hele nacht hakken. En dan komt de zon op en dan zien jullie dat je in een bouwput staat te dansen om een heipaal heen. Hallo Leo, gabbers op het bouwterrein. Ja, het is weer zover. Pak de hoge drugspuit erbij. Hebben we echt meegemaakt? Ja. Jullie doen zoveel ecstasy, hè? Jullie kaken staan zo hard te klapperen dat de tandarts overwanten aandoet als jullie langskomen. Jullie kaken staan zo hard te klapperen dat als een gabberin je gaat pijpen, je voor de zekerheid alvast 112 intoetst. Ja. Voor het geval dat, ja toch? Het leuke van ecstasy is dat het in allemaal geinige vormpjes en kleurtjes komt. Net als jullie stront de dag na een feest. Het nadeel van ecstasy is natuurlijk wel dat je serotine uitwerkt. En daarom erg down wordt de komende dagen. Veel mensen willen dood op de dagen na ecstasy gebruik. Maar ja, dan voel je je eindelijk precies zoals je eruit ziet. De enige plek waar ik meer mensen pillen heb zien knallen was in het verpleeghuis van mijn bejaarde buurman. En als ik eerlijk ben, zag hij er jonger en gezonder uit dan de helft van jullie. Na zijn dood, hè? Ik liep laatst door de supermarkt met mijn kind. En toen zag ze een gabber. En toen zei ze, mama, dan zijn ze vaak ziek, hè? Met zo'n kaal hoofd. Ja, dat vind ik nou mooi dat zij meteen begrijpt. Die mensen hebben een drugsverslaving. Ze moet nog vier worden. Ik heb een kunstknie. Ja, 27 jaar achteruit hakken is niet echt bijvoorbeeld. Op Karma Outdoor wordt er al stevig gehakt. En de muziek staat zo hard. Even lekker kletsen met een meiden kan ik wel shaken hier. Gelukkig is het bij Leonie thuis wat rustiger. Hallo, ik ben er weer. Hi. Kijk, hier gebeurt al heel veel als de deur dicht. Ben jij dit? Ja. Weet je nog het moment dat je je haar zo schoor? Ja, dat weet ik nog. Ja? Ja, mijn moeder ook. Want... Ja, dat geloof ik. Ja. Ja, die was niet blij. Maar ja, zo ken ik de gabbers, ja. Van vroeger. Van vroeger. Back in them days. En die Aussies en Nikes. Ja. Oké, okay, nou. Ja. Het is gewoon disco licht ook. Ja. Maar mag ik even... Oh, dat is ook mooi. Even zitten hoor. Op je roze wc-bril. En dan hier zit je dan te spacen. Ja. En te boot, hè? Als je moet, dan moet je, hè? Hey, when moet you gotta go. Space jij wel eens? Ik space wel eens. Ja? Ja. Okay, cool. En dan kan je hier in je eentje afterpartyen. Ja, dat kan wel. Muziek hierbij. Als al je vrienden shawarma zijn gaan halen, dan zit jij gewoon even hier. Neem ik een momentje voor mezelf. Ja. Nou, cool. Nou, geef me even een rustmoment, jongens. Ja. Ik ben kapot. Lekker kleurrijk hier, hoor. Ja. En wat zijn dit allemaal foto's van feesten? Ja. Zat je in het leger? Ja, 14 jaar. Echt? Ja. Ja. Wat deed je? Ik was sergeant. Oké.
Wat gebeurt in deze skeur? We hebben een paal hier. Ja, je bent een gabber. Hoezo heb je een paal in je huis? Ik wil ook paaldansen. Oké. Okay. Ja. Wat vind je leuker, hakken of paaldansen? Oeh, dat is moeilijk, hè. Ja? Ja. Voor de hobby vind ik paaldansen vind ik ook wel, maar in hakken kijk ik mijn energie ook wel meer kwijt. Het is eigenlijk ook gewoon een sport, hè? Het is, ja. En ik moet wel voor mijn knie moet ik blijven sporten. Ik heb een kunstknie. Ja, 27 jaar achteruit hakken is niet echt bijvoorbeeld in de knie. Welke is het? Je linker, je rechter? Mijn rechter. Ik zeg altijd dat ik de eerste ben met een gabberknie. Oké, maar je hebt alle gabberknie, dus misschien komt er nog een tweede. Ja, dan heb ik gabbersknieën. Verschrikkelijk. Ja. Ja, ik loop nog steeds. Dus. Ja, nee, je ziet het ook niet. Ja. Wat is er met al die heksjes? Ja, ik ben een heks. Ben jij een heks? Ja. Dat geloof ik niet. Jawel. Ik ben hartstikke lief en zoet. Ja, maar ik ben een witte heks. Wat is een witte heks? Het is eigenlijk een soort van natuurreligie. Met volle maan doen we energie de kosmos insturen. Oké, okay. Dat is dan allemaal positieve energie? Ja. Ja, dat kan je dan... Voor andere mensen, of als ze ziek zijn, of een beetje geluk nodig hebben. En... Oh ja? Ja. Oh, wat lief. En Leonie die vertelde mij dat zij naast gabber ook heks is. Je bent bezig met energieën, kruiden, allerhande middeltjes. Jij noemt dat misschien hekserij. In de Bijlmer noemen we dat gewoon een drugslab. Wat ook zo mooi is, Leonie, je hebt een space wc met discolichten en vlinders. He, kun je helemaal lekker doorgaan met trippen wanneer je de dag na een feest opnieuw in hogere sferen belandt van de giftige geuren die van je drugskak afkomen? Hakken is een prima naam voor de beweging die jullie maken. Veel beter dan de vorige aanduiding, epilepsie. Wat ik ook zo leuk vind, echte gabbers weten dat ze een strakke slip moeten dragen, zodat hun zaakje goed blijft zitten tijdens het hakken en niet heen en weer zwiept. Ja, neppe gabbers weten dat niet. Misschien worden ze daarom ook zwabbers genoemd. Het zwabbert maar. En het zwabbert. Jongens, dat hakken, dat ziet er toch niet uit. Zo boos en intens. Jullie kunnen echt wat van. Op Karma Outdoors zag ik het agressiefste gehak dat ik ooit heb gezien. Nog erger dan een ISIS-onthoofding op YouTube. Dat hakken is wel echt slecht voor je knieën, heb ik gehoord. Leonie heeft zelfs een nieuwe knie, omdat de oude versleten was. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n kniearts de hele tijd gabbers over de vloer krijgt met versleten knieën. Of nou ja, gabbers en Gordon. Ik had wel eens gehoord van een tennis-elleboog, maar een hakknie? Als je zoveel hakt dat je er een hakknie van krijgt, wil ik een diepe buiging voor je maken, Leonie. Vooral omdat je dat zelf ook niet meer kan. Dus, het lijkt me ook vrij moeilijk, Leonie, om te daten. Elke keer als een leuke man op je afloopt, denkt hij dat je hem ontwijkt. Maar dat komt puur omdat je achteruit hakt. Wat dacht je nou? Mijn gehoor gaat achteruit. Mijn gezondheid gaat achteruit. Dan moet mijn gehak ook maar achteruit. Alles goed? Ja, het voelt er goed. Ja? Ook. Ja. Ja? DJ Fennec, doe even je zonnebril af. Ik wil je hoofd zien. Ja? Gewoon luchten, alles. Hè? Maar je ziet eruit als DJ supervriendelijke gast. Hoezo heet je DJ Fennec? Ja, gewoon omdat ik een beetje af en toe een beetje ADHD heb, zeg maar. Echt waar? Ja. En is daarom deze muziek. Maar nu wat rustiger hoor, nu tegenwoordig. Ja? Maar nu zijn mijn kinderen druk. Ja. Omgebracht, mijn kleine. En dat noemen ze nou karma. Ja, precies. Hoe lang ben je bezig? 26 jaar nu. 26 jaar ben je bezig? Ja, vanaf 93. Uiteindelijk ontdekt door Paul Elstak. En toen is het gaan rollen, eigenlijk. Maar vertel me een beetje over de geschiedenis van het gabberbestaan. Het gabberbestaan. Hoe is dat ontstaan? Het was eerst was het house, weet je. Er kwam de elektronische muziek op. En dat was heel algemeen, weet je. Had je allemaal verschillende stijlen. En op een gegeven moment ging dat echt zich splitsen. Dus je had echt een groep die vond het harde veel leuker. Het extreme, zeg maar, het snellere. Ja. En je vond het een groep die had het niet rustiger, zeg maar, mellow noemen ze dat toen. Ik vond dat weer leuker, weet je. Dus, ja, en ik koos voor het hardere. Wat voel jij wanneer je op het podium staat te draaien? Ja, onderbuikgevoel, energie, gezelligheid. Ja. Maar ik heb altijd zin, weet je. Ik draai dadelijk met de vijven samen. Ik heb eigenlijk altijd zo zin als ik bij iemand sta. Ja, ik krijg er maar energie van. Ja, nee, maar ik heb dat altijd, weet je. Ik breng dat ook, probeer dat ook over te brengen naar de mensen, weet je. Mensen komen hier om te betalen veel geld voor een kaartje. Kom hier om te feesten, naar de zin te maken. Ja, als je dat kan doen, als je de mensen blij kan maken met jouw muziek, dat is het mooiste wat er is. Mensen hebben wel veel vooroordelen over gabbers. Agressief, drugsgebruik. Ja. Sommige mensen zeggen zelfs skinheads, racisme. Ja. Ja, periode, we hebben die fase wel gehad, weet je. Er was wel een fase
een gegeven moment had je skinhead-fase, vond ik ook heel, zelfs ik vond het heel angstig. Ik vond het niet leuk. Ja, en gelukkig is het wel op een gegeven moment overgewaaid en naar beneden gegaan. En is het nu weer ja, best wel algemeen, weet je. Alle soorten mensen van alle culturen kom je hier samen. Dat hou ik van. Nou, alle culturen. Nou, niet alle culturen. Het is wel witte mensenmuziek, dit. Dat is wel zo, weet je. Maar ja. Er zijn ook wel, weet je, negers, Marokkanen. Alle soorten, ja, vind ik, weet je. Die wil ik houden. Draai jij nog veel nu? Ja, denk 7-8 keer per maand. Oh, dat is nog veel. Ja. Maar hoezo leeft het nog steeds? Ik dacht dat het al lang klaar was. Ja, ik dacht het ook, maar ja. Ik dacht, ik moet stoppen. Ja. Nee. Ik moet gewoon gaan. Dat kan gewoon niet. Leonie is een soort van oppergabberin. Ja. En maar hoe ken jij haar? Maar ik loop heel vaak publiek in en ik leer het ook op een gegeven moment heel veel mensen kennen. Ja. Weet je, niet heel diep persoonlijk, maar ja, je maakt altijd een praatje met je en ik vind het leuk, weet je. Dus je kent heel veel mensen in het publiek, gezichten. Ja, Leonie, ze had mij ook een keer benaderd van ja, ik ben echt best wel fan van jou en ik wil een keer een tatoeage, weet je. Dus je hebt haar buik getatoeëerd. Ja, hoe scary was dat? Dus maar je zit gewoon in iemand te krassen. Jij hebt zelf geen tatoeage? Nee, ik heb helemaal niks. Hoe gek. Ik vind het gewoon leuk om die mensen juist te benaderen, om erbij te halen, om ook weer wat, weet je, als ze dat leuk vinden om dat terug te geven, om dat toch wel een beetje een soort één te maken. Ja. Leuk man! Ja. Dat vind ik eigenlijk, dat is dat gabbergevoel. Ja, precies. Mag ik straks ook even het podium op? Tuurlijk. Ik vind het wel eng. Ja, tuurlijk. Ik kan niet heel goed hakken. Ik help je wel, joh, hakken. Cool man! Ik ben benieuwd naar je set. Ja, ik ook. Ik hou van Montel Jordan, Mariah Carey. Ja, ken ik Tupac. Ook. Kan je daar nog iets mee? Ja, vandaag niet, denk ik. Ik hoor in mijn oortje dat het niet kan. Nee. Wat doet een gabber DJ als hij staat te draaien op een podium? Mixt hij überhaupt iets? Of stopt hij gewoon een bowlingbal in een wasmachine en drukt hij op startprogramma? That's it. Even over jullie muziek, hè, gabber, echt waar. Hoe kun je daarnaar luisteren? Het is zo luid en hard en duister. Gabbermuziek klinkt alsof je Godzilla in paniek naar de wc hoort rennen. Gabbermuziek klinkt alsof twee Tyrannosaurus Rexen hele agressieve bonkseks hebben in een spookhuis. Gabbermuziek klinkt alsof Satan de hel aan het renoveren is. En de teksten ook in jullie muziek. In andere muziekgenres zit meestal poëzie in de teksten. Mooie zinnen over verliefd zijn, over hoe mooi het leven is. Maar bij jullie, alles is zo kwaad en grof. Zit je lekker onderuit op de bank. En wat komt er uit de speakers? I'll eat your flesh, motherfucker. I'll fuck your flesh until you bleed, you motherfucking bitch. Dat is toch niet gezellig? Zit je lekker in het zonnetje in de tuin een melbatoosje met kruidenboter te smeren voor jezelf? Vertel de stem die uit de speaker komt dat hij in zijn reet is gepakt door duizenden hellehonden van Satan. Maar gabbers zijn staat ook voor liefde en vriendschap. Door dik en dun steunen ze elkaar. Dus mijn moeder is 2 maanden geleden overleden. Gecondoleerd, schat. Dankjewel. En is dan, als zoiets gebeurt, is het dan heel belangrijk dat je vrienden er dan zijn? Zijn ze dan heel vaak hier? Toen mijn moeder wist dat ze zou gaan en dat de mensen afscheid mochten gaan nemen, toen zijn de vrienden ook naar het ziekenhuis gekomen. Mm-hmm. En die hebben ook bijna de hele nacht bij mij gezeten, ook op het moment dat mijn moeder daadwerkelijk insliep, zeg maar. Ja, dat gabber bestaan. Ik dacht altijd, het gaat alleen om muziek. Maar die vriendschap is wel heel hecht bij jullie, hè? Ja. Ja, dat is eigenlijk ontstaan al vanuit vroeger. Weet je, vroeger je hoefde elkaar maar aan te kijken en je wist gewoon wat iemand dacht. Of, weet je, je hoefde niet ellenlange verhalen of je hoefde je eigenlijk niet beter voor te doen dan dat je was. Vertel eens ook wat meer over je vrienden en de vriendschap die jullie hebben met elkaar. We zaten wel allemaal globaal in dezelfde groep. Alleen toen is Marjolein overleden. Dat was hun beste vriendin. Dat is Marjolein. Door haar overlijden zijn wij eigenlijk wel heel sterk naar elkaar toegegroeid. Ja. Oh, dat was een verbinding, zeg ja, maar. Ja, en toen zijn we eigenlijk een beetje aan elkaar blijven plakken. Ja. Ja. Dat klikte. We hebben elkaar steun aan elkaar. Ja. Maar dat is dus wel echt gabber zijn. Ja. Toen mijn moeder was overleden natuurlijk en dat huis moest gewoon opgeknapt worden, want dat moest de verkoop in. Ja, ze stonden er allemaal gewoon. De eerste nacht heb ik met Pamela hebben we gewoon in 's nachts midden in de nacht gewoon de hele voorgevel staan verven met z'n tweeën. En dan kwam de politie. En hun kwamen uit het feestje, kwamen ze gelijk door. En de rest van binnen helemaal gesausd. Want hoe zit het nu eigenlijk met het huis? Ja, het is bijna klaar eigenlijk. En
Ja, we kunnen er wel even heen gaan. Ze zijn daar toevallig ook bezig. Je vrienden zijn daar nu? Ja, die zijn, ja. En is het bijna klaar, dan kan je het verkopen? Ja. Oké. Okay. Hij is open. Dank u. Wacht even, moet 1,84 moet erin. Ja. Huzze! Je hebt geen koffie nodig. Ik ga er ook helemaal van zweten, joh, van dit. Ja, dat is eigenlijk ook waarom we een trainingspak droegen vroeger en een topje. Want ja. Je bent natuurlijk de hele nacht mee aan het springen en aan het doen. Dus je gaat gewoon, je zweet echt overmatig. Dus die kale kop, haar zat en zo, zat gewoon in de weg. Dus gewoon helemaal glad. Het is gewoon praktisch. Het is heel praktisch. Ik vind het wel een heel mooi straatje, dit. Ken je ook iedereen hier? Ja, de meeste wel. Oké. Okay. Nou, dit is een goede woning, toch? Heel mooi. En het was helemaal blauw-geel, hè? Dus, Hier binnen was alles blauw en geel. Ja. Want dat... En aan de buitenkant ook. En aan de buitenkant. Wel vrolijk. Ja. Wat zijn jullie nu dan aan het doen? Want het ziet er gewoon netjes uit. Ja, de laatste dingetjes eigenlijk schoonmaken. En, dus nu dat je er toch bent... Oh, je gaat me aan het werk zetten? Tuurlijk. Maar wacht even, waarom krijg ik de zwabber? Is dat omdat ik geen echte gabber ben? En een niet-echte gabber is een zwabber? Ja, eigenlijk wel. Mooi keukentje ook. Zet de zwabber even neer, of moet ik nu meteen aan de slag? Nee hoor, je mag hem wel even neer. Laat even zien wat iedereen aan het doen is. Nou ja, ze zijn hier... Oh ja. Ze zijn de handige jongens. Hallo, handige jongens. Extra. Hebben jullie vanaf het begin... Oh, ik wacht wel tussen klaar zijn met boren. Misschien wel handig. Dat zagen klinkt ook een beetje als hakken en zagen. Hopla de ruim. En nou zie je toppie, geen harme kopie. Hakken en zagen, wat een geluid. Zagen! Nee, is van mij. Ik heb wel op marktplaats gezet. Ja. Helpt Leonie jou ook wel eens met dingen? Ja. Advies, maakt niet uit wat. Maar ik dacht dus dat gabber zijn is alleen maar gewoon met elkaar feesten. That's it. En ik kom er echt achter. Er is gewoon veel meer. Ja. Want wat is het nog meer dan? Nou ja, de vriendschap. Mekaar gewoon door dik en dun steunen. Ja. Daar zoek je je vrienden mee uit. Hoe vaak zie je elkaar eigenlijk? Wekelijks. Wat leuk! Ik heb vrienden die ik soms maanden niet zie. Nou ja. Ik wil er ook bij horen. Maar ik ben een zwabber. En ik heb ook een zwabber gekregen. Maar dan moet je hem wel gebruiken. Ja, 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 ik ga het gebruiken. Jeetje. Oh, komt er eens een keer een Marokkaan op bezoek? Dan moet ik meteen gaan poetsen hier. Ja, komt goed, komt goed. 3, 2, 1, go! Hey, hey, ik ben gabber! Het hakken en zagen bij de gabbers zit erop. Tijd om te chillen. En de bas weer te voelen. Oké, okay, wat is basis hardcore? Hey, nee, en dan maar op. Dit is oké. Okay. Ja, dit is oké. Okay. Dit is rust. Dit... Nou, kom, gaan we dansen dan? Ja, go. Oh, achteruit. Ik heb het niet achteruit. Hey, hak, 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 hak. Dans jij ook? Vrij weinig. Jij danst vrij weinig? Ja. Oké. Okay. Ja, zo. Hey. Hij zoekt. Als hij danst, weet je dat er echt goed is. Je bent een beetje gewend. Nou ja, hij is een stille genieter. Ja, dat mag ook. Ja. Maar soms kun je het hier met die vlag. Ik zou er best met een stoeltje vooraan kunnen zitten. Heel de dag. Als in het theater. Vis, hek, ja. Ja. Hoef je niet eens te bewegen, gewoon bij die bord. Dove mensen, die houden dus ook echt van hardcore muziek. Wat zei je nou? Dove mensen, die houden dus ook echt van hardcore muziek. Waarom? Omdat die bas, die kunnen ze voelen. Oh, ja, tuurlijk. Daar komt ook het nummer vandaan. Hè? Bees moet je niet horen, die moet je voelen. Maar oké, okay, dus dove mensen vinden het lekker, maar doof word je sowieso volgens mij. Want hoe zit het hier met gehoor? Wie heeft het? Zeg je? Nee, maar even serieus, wie heeft er last van zijn gehoor? Ja, ik. Ja, ik ook. Ja? Ja, klopt. Ja, maar vroeger had je geen oordopjes en je had ook geen geluids... Tegenwoordig staan ze met bakjes... Ja, staan ze te meten hoe hoog de decibellen zijn. En dat had je vroeger niet? Nee. Nee, ja. Je mocht het gewoon blazen? Ja. Ja. Met het...
Maar je zegt ja, alsof het iets fijns is. Nou ja, ik vind als je geen 2 weken een piep in je oor hebt gehad, dan heb je ook geen goed feest gehad. Een bas moet je niet horen, maar moet je... Voelen! Ja, maar volgens mij bedoelen jullie eigenlijk, een bas kun je niet meer horen. Dus gaan we maar weer voor voelen. Want je moet toch wat... Leonie, je bent zo doof dat als iemand jou een compliment geeft over je billen, dat jij terugschreeuwt: nee, ik heb geen pillen! Jullie zijn zo doof dat jullie andere zintuigen veel sterker zijn geworden en jullie een ecstasypil al van een kilometer afstand kunnen ruiken. Mensen die blind zijn kunnen beter horen. Mensen die hun handen kwijtraken worden heel goed met hun voeten. En mensen die gabbermuziek luisteren worden vanzelf doof. Oh. Ja. En zo zie je dat de natuur altijd een oplossing heeft om een handicap te corrigeren. Jullie zijn zo doof dat de helft van jullie zich nu afvraagt wanneer ik nou eindelijk eens met die fucking roos begin, man. Jullie zijn zo doof dat jullie de hele tijd wat? Wat zeiden? Als jullie iets niet verstonden. Wat? Wat? Deed me denken aan mezelf toen ik nog hangjongere was en voorbijgangers op straat me net iets te lang aankeken. Wat? Wat? Zonder een piep in je oor is het geen goed feest geweest. Dat is wat jullie tegen me hebben gezegd. Wel mooi, die lange, monotone piep in je oren. Dan kan je alvast wennen aan dat geluid voor je in het ziekenhuis sterft aan een overdosis. Piep! Zijn is een gevoel. Dat ben je van binnen en het is moeilijk om te omschrijven. Vooral omdat de meesten van jullie niet kunnen schrijven. Wel een wonder dat jullie nog bestaan en een wonder dat jullie kunnen voortplanten. Want je wordt natuurlijk hartstikke geil, hè, van die ecstasy. Ja. Ik heb mijn kind vernoemd naar Alia, de zangeres op wie ze verwerkt is. Als jullie dat ook zouden doen, met jullie kindernamen, dan zouden jullie kinderen Angerfist heten of Basfas. Basfas! Basfas, hier komen! Basfas, je kamer. Hé, hey, kamer! Maar mooi, mooi dat het gabber zijn draait om meer dan muziek, maar ook om vriendschap. Wat dat betreft zijn jullie een soort Josti-band. Alleen hebben die Mogolen wel een carrière. Oh. Op zich ook wel logisch dat jullie vrienden willen worden. De enige andere
die vrienden zouden willen zijn met 30 en 40-jarigen zonder toekomstperspectief zijn Gordon, Patricia Pai en het recruteringsbureau van de PVV. Nee, geitje. Maar even alle gekheid op, even alle gekheid en grapjes terzijde. Ik vond het echt een eer om met jullie mee te lopen. En jullie stonden vanaf het begin helemaal open voor mij. Leonie, je hebt toch uiteindelijk gelijk. Er zit zelfs in mij ergens een kleine gabber. En dat, daar ben ik achtergekomen dankzij jullie. En ik wil jullie nogmaals bedanken. Dank jullie wel. Maar ik vind het wel echt mooi dat gabbers zijn. Dat is niet alleen maar muziek luisteren, uitgaan, gek doen. Maar het is ook gewoon echt, ja, naast de liefde. Ja, dat is het. En dat had ik niet verwacht. Het is een soort van familie, is het. Ja. Dus ik vergeef jullie de tyfusherrie. Want jullie zijn lieve mooie mensen. Nou, dat mag jij je spabber dadelijk ook wel doorgeven. Ja, alsjeblieft. Dan ben je ons gegaan. Alsjeblieft, doei. Later. Heb je mij niet twee keer te tellen. Ik ben dubbel geparkeerd. Doei, dank je, doei. En praat ik duidelijk en zacht genoeg? Meneertje, ik wou beginnen met de winkel. Ja, nou dan doet u dat toch, mevrouwtje. Ja, dank u wel.